Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik op een hele andere plek, want ik ben in het nieuwe huis. En het is een beetje een raar verhaal, want ik ben niet helemaal in een nieuw huis. Niet eens helemaal in een nieuwe kamer. Want dit is mijn kamer sinds mijn geboorte. En toen 5 jaar geleden ben ik naar Frankrijk verhuisd. En daar heb ik 5 jaar gewoond. En nu ben ik weer terug in de kamer waar ik ben geboren. Een soort van, niet helemaal geboren hier, maar goed, waar ik dus vanaf mijn geboorte heb geslapen. Ook echt in dit bed ook alles, dus ja, ik ben weer helemaal thuis. En mijn mieren die zijn ook goed aangekomen, voor mij 1 dooie, maar die was al dood. Wel bij de Lasius nigra kolonie, omdat ik in de buitenwereld ook heel veel heb laten liggen en de reageerbuisjes zijn gaan rollen, een paar dooien. Maar het nest ziet er wel gewoon nog goed uit met heel veel werksters. En de koningin leeft ook nog. Ik zag haar net nog. Dus daar is alles goed gegaan. Ik heb hier nog een bak met helemaal vol met spullen. En dan hierboven heb ik dan nog de alle reageerbuisjes. Even kijken, deze hier zo was dood. Die heeft niet overleefd de reis. En er was er nog eentje die, even kijken waar is ze. Oh. Sorry voor de slechte kwaliteit. Er was er ook nog eentje die veel te vochtig was geworden. Het watje was een beetje naar achter gegaan. Dus, maar die kan ik niet meer terugvinden. Dus dat is wel goed nieuws. Dat betekent dat het wel goed gaat met haar. En dan volgens mij was het dit watje. Ja. Oké. Okay. Er is nog iets leuks gebeurd. Oké, dus. Ik heb een kampenotus gine gevonden. Ze zit in dit buisje, ik ga haar nu laten zien. Ze is echt een mega. En ik weet niet zo goed of het Campanotus curiatatus is of Nigriperde. Maar ze heeft eitjes. Nou, weet ik dus weer niet of het wel goed is dat de eitjes hier zitten. Maar ik ben in ieder geval wel blij dat ze eitjes heeft. En ik wou er in het begin had ik er niet gelijk een video van gemaakt. Omdat ik had op vakantie heb ik haar gevangen. En toen had ik er onder een steen. Ik tilde een steen op en toen lag ze daar in een keer. En ik had nog niet gezien of ze eitjes had of niet. Ik kon niks vinden. Maar goed, ik wist niet zo goed waar ik. Ik kon niks vinden, maar dat wil niet zeggen dat ze niks had. En toen, ja, toen heb ik hem maar in het buisje gedaan, heb ik hem meegenomen. Maar ik wist niet of het zou overleven, dus nu heeft ze eitjes. Dus denk ik van, ja, dan kan ik het wel vertellen, want waarschijnlijk gaat ze het wel overleven. En dan heb ik straks een Campanotus kolonie. Ja, dus daar heb ik wel zin in. Wat ook mooi is in dit nieuwe huis, is dat ik dus meer soorten kan houden. Want ik zit nu in Nederland en daar kan je gewoon makkelijker soorten bestellen. En makkelijk een baantje vinden om te kunnen werken en geld verdienen en weer nieuwe soorten bestellen. Dus de soorten komen er nog wel aan. Ik trouwens nu een kleine update. Ik heb nu 13 soorten, meer dan 1100 mieren. En, dus ik heb genoeg om video's van te maken. Alleen maak ik die niet, want ik heb nog genoeg dingen om video's over te maken. Dus, maar ze komen eraan, in ieder geval de video's over die 13 soorten. Ik denk dat ik binnenkort weer even een updateje doe. En ja, nou ja, tot volgende week. Doei!